Zaterdag 28 september is er een open dag bij Tactus, de verslavingsinstelling aan de Wierdense straat. Klaas-Jan Dunning is de manager. Waar zijn we hier? Nou, we staan hier op de locatie van de Wierdense straat bij de inloop van onze instelling. En hier laten wij op 28 september zien wat we hier allemaal doen. Sylvie Spoelstra, u bent een moeder van een ervaringsdeskundige, een verslaafd kind. U bent er ook zaterdag? Jazeker, we zijn aanwezig vanuit Intactus en de zelfhulptak van Tactus. En ik en een aantal collega's en ook vrijwilligers van ons zullen aansluiten op de open dag. Waarom deze open dag? Nou, om te laten zien, om ook een beetje het stigma wat toch een beetje op verslaving heerst in de samenleving hopelijk weg te kunnen nemen. We staan helemaal open om alles te laten zien en bespreekbaar te maken. En ik weet het zelf uit eerste hand. Toen ik geconfronteerd werd met een dochter met verslavingsproblemen, vond de hele wereld daar iets van. Dit is de eerste keer dat in Almelo een open dag wordt gehouden, bij mijn weten. Wat verwachten jullie ervan? Net gingen een paar zinnen door mijn hoofd. Een stukje openheid leidt tot begrip. Dat is al een hele belangrijke, denk ik. Dus nogmaals door te laten zien wat we allemaal te bieden hebben. En dat het niet, dat verslaving niet alleen het stigma is wat erop heerst, maar dat het ook boven alles gewoon mensen zijn die worstelen met een ziekte. En dat wij ze op alle mogelijke manieren proberen te helpen. Je mag hier drinken op het achterpleintje, maar dan moet je eerst blazen. Ja, je mag hier gebruiken. Dat mag hier. Wel op het moment dus dat je ook akkoord gaat met het feit dat we dan lichamelijk wel je in de gaten houden. Ja. Dus dat is het contract, zeg maar, wat we daarmee afsluiten. En mensen mogen tot een bepaalde hoeveelheid alcohol hier drinken. Hoe gaat het nu met uw dochter? Heel erg goed, heel erg goed. En zelfs zo goed. Ze is in januari vanuit Limburg naar Almelo verhuisd en ontwikkelt zich op dit moment zelf richting ervaringsdeskundigheid. Dus moeder en dochter werken soms samen. Ja, dus dat zijn ook wel een beetje de succesverhalen die we dan ook wel graag laten zien. Mensen die erin geïnteresseerd zijn, die kunnen dus naar die open dag. Dat geldt voor de directe buren of voor andere Almelo's. Maar mensen die er persoonlijk belang bij hebben, die dus meer willen weten van wat u net vertelt, die kunnen er ook terecht? Ja, zeker. Wij staan daar zelf ook. Dus wij kunnen alle vragen beantwoorden waar ze ondersteuning kunnen vinden. Buiten het aanbod van Tactus om. Want soms wil iemand met verslaving nog niet in behandeling. En dan kunnen wij vanuit Intact altijd ook een stukje ondersteuning aanbieden.